Ik raad jullie alle Mijn roofvogels van Rob Belsma aan. Een boek over 40 jaar onderzoek. Niet alleen aan uh, roofvogels, maar ook aan muizen, libellen, uh, braakballen, uh, postduiven en nog veel meer. En dan denk je misschien saai. Helemaal niet. Het is een prachtig en spannend boek waarin hij beschrijft hoe hij met zijn klimijzers in hoge bomen klimt, dan de vliegbewegingen van roofvogels volgt en ongeveer uitrekent waar het nest zich moet bevinden en dan elke dag, terwijl hij soms aanvallende moeders trotseert, naar het nest klimt om de ontwikkeling van de eieren en de jongen te volgen. Hij knoopt relaties aan met uh, tijdelijk geadopteerde wespedieven, die puddingbroodjes verorberen en op zijn toetsenbord poepen. Hij neemt je mee naar Afrika, waar onze vogels vaak onder erbarmelijke omstandigheden overwinteren. Hij kijkt, hij meet, hij noteert en hij schrijft heel liefdevol, maar ook met humor en zelfspot. En hij kan zich kwaad maken en dan kan hij heel vilijn uithalen naar bureaucratische natuurbeheerders.